Hoi allemaal, ik ben Nanda van Pretty Presents en vandaag wil ik jullie de nieuwste gehaakte bloemen en vlinders laten zien die weer te koop zijn in de winkel. Ik ga er een kaartje mee maken zodat jullie ook meteen een resultaat kunnen zien en jullie zullen ook wat tips krijgen van mij. Nou, ik begin met een mooie blauwe bloem. Dit is een gehaakte bloem, heeft een hart, een wit hart aan de binnenkant. Daar ga ik deze rode bloem op doen. Ik heb het kaartje wat je hier ziet is alvast voorbewerkt. Ik zal ondertussen vertellen dat ik het papier van My Mind's Eye heb gebruikt. En het stempeltje is ingekleurd met Copic Sketch en Copic Chow markers. Ja, naarmate we verder komen, dan komen jullie erachter dat dat mijn favoriete stiften zijn waar ik graag mee inkleur. De bloem ga ik hier plaatsen. Ik maak graag gebruik van splitpennen zoals jullie zien. En in dit geval gebruik ik splitpennen met een pareltje erop. Ik vind het echt super mooi. Ik ga de bloemen zo op de kaart bevestigen. Ik ga er een takje bij doen. En het takje, jullie zullen hem al herkennen, is van Magnolia. Nou, wat ik eigenlijk altijd doe, is ik knip de takjes altijd kapot. Want ik wil graag zelf bepalen waar ik de blaadjes wil hebben. En ja, ik wil die gewoon op andere plekken dan dat ik een heel takje gebruik. En je ziet ook dat die dan heel ver uitsteekt en dat wil ik niet. Dus eigenlijk knip ik dat altijd helemaal uit elkaar. En dan krijg je een leuk, ja, ik vind het een leuk speels effect. Ik kijk altijd eerst, hoe wil ik het hebben, wat ga ik doen? Nou, deze ook even bewerken. Ik krijg wel een hele lange steel nu. Maar je kunt zo al wel een beetje het resultaat zien van, ja, wat de bedoeling is. Dit stukje even eraf. Dat is toch echt te veel. Zo. Zo ga ik hem laten. Ik ga hem straks vastplakken. Komt goed. Ik wilde de nieuwste vlindertjes gebruiken. Ik vind ze echt super leuk. En ook in het blauw. Blauw vlindertje. Gaat ook op de kaart. Die bedenken we zo. En dan heb ik deze tekststempel. Die heb ik met witte embossingpoeder bewerkt. En daaraan bevestigd een bedel. Die zijn ook allemaal te koop in de winkel. Diverse bedels. Deze dan even niet. Maar ik heb hem zo bevestigd. Dus een ringetje. Splittering, stukje ketting en weer een splittering. Nou, zo blijft hij hartstikke mooi zitten. Dat wilde ik zo bevestigen. Dus dan gaan mijn vlindertjes toch een beetje omhoog. Want ik wilde hier aan de onderkant nog pareltjes bevestigen. Ik zal hem heel even een beetje inzoomen. Dit is het eindresultaat van mijn kaart. Ik ga hem nog wel even in elkaar zetten en plakken. Maar dit is zoals hij eruit komt te zien. Het eindresultaat zal ik ook laten zien. Dan zal ik jullie nu nog eventjes, want daarvoor heb ik natuurlijk dit kaartje gemaakt. De nieuwste bloemen. Jullie zagen hem net al in het blauw. Ik haal hem er toch weer even bij. Hier ligt hij in het blauw. Nou, die is er nog in het roze, rood, paars en groen. Heel erg leuk. Dan hebben we nog andere bloemen. In dezelfde kleuren weer blauw, paars, groen, rood. Het zijn, ja, vind ik meer bloemvormen en ook in het roze natuurlijk.
Deze is in het rood. Die heeft hotfix kraaltjes erop. Dan zijn er ook nog nieuw binnen. De echte bloemetjes, die zie je hier in het rood. Dat is deze serie. Deze serie is ook nog binnengekomen. Ik schrijf het even een beetje op. In blauw, groen, paars en rood. Die is ook binnen. En natuurlijk die super leuke vlindertjes. Die zijn er in het groen en in het blauw en in het paars en in het roze. Dat is dan even voor zover wat er nu binnen is gekomen. Ik hoop dat het naar jullie wens is. Ik vind ze heel leuk en wilde dat daarmee ook even het kaartje laten zien. Bedankt voor het kijken en wie weet tot de volgende keer.